Superman nog gehaald te leren. Maar dat moet je. Ik kan wel eens even kijken zo meteen. Ik schakel even uit. Schakel jij in rond dan? We zijn de vagebond uit de bagage drempel. En dan gaat hier luisteren naar blijven mensen. Maar richting Oost-Nederland is Club FM. Ik had er overop ontvangst. Groeten vanuit Zuid-Holland. Bye bye. Een stukje schuif, 0 seconden voor de plug. En dan ben ik standby. Vallen. Een beetje experimenteel aan deze kant. Lekker bij. Ja. Dus Dakota uit Ermelo bekijken te zijn, dus de horizon volle. Verbouw maar eerst niet om. Traagroken langs de dingen. Nu wordt er een gisteren erin gezet en... In de Dakota vanuit Ermelo en uitstekend ontvangen, Marco. Afstemming zat hier op de 23% en in ruisvrij stereo. Ik had ook denk ik ietsjes van RDS er nog onder, maar dat stond stil, hè. Dus dat kon ik niet goed meekrijgen, maar voor de rest prima signaal vanaf die kant. 23% in ruisvrij stereo. Was perfect, hè. Mag arriveren, hè. Ik ben even benieuwd wat de afstemming is aan die kant, hè. Ik heb de antenne eventjes op maximaal staan, dus ik ben erg benieuwd. De hangers van de 3,5 meterband, de vanaf Ede, de Invicta. ...87.5. Mocht er niemand zijn, dan ga ik het spulletje lekker uitzetten en dan gaan we vanavond uitje proberen. De mensen van de Facebookgroep, bedankt voor het rapportje. En voor de mensen die er toe willen komen, even 5 secondjes voor de plug en dan zijn we in de oren. Dus de excellent Zoetermeer die gaat uitluisteren, 84.087.5. 5 secondjes naar het uitvoeren van muziek en draag op. Break, break. Dat zegt de slinger vanaf Lopekerwaard. Een hele goede middag, hè? Ja, antenne stond exact de andere kant op voor jou, hè? Tenminste, bijna de halve kant. Dus was de achterkant antenne, hè? Ik heb een klein beetje richting jou gedraaid. Dus dat is voor mij een beetje nu richting oost, hè? De slinger vanaf Lopekerwaard. Een hele goede middag. Ja, net even een andere antenne geplaatst, hè? Ik had een 4 elementen erop staan. Net eventjes de 6 elementen erop gezet. Van de firma Winkler uit Duitsland.
Ja, ik heb hem een beetje een slinger gegeven nu naar Slinger in Lopekerwaard. Dus hij staat nou iets meer oost-noordoost van jou. Dus ik weet niet of het nu storingsvrij bij jou binnenkomt. Maar dat hoor ik zo meteen wel, zit signaaltje nog bij jou arriveert daar. Slinger Lopekerwaard, een hele goede middag hè. Je komt hier gewoon perfect binnen hoor, 30 dB dus. Niks aan het handje. Hey, y ahora continuamos con los pies a mover el esqueleto. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. De nuevo, izquierda, derecha. Goed zegt de slinger vanaf Lopekerwaard, een hele goede middag. Dus Willem de Excellent. Is hier gelukkig goed, dus hoef ik niks aan te doen. Dat is wel mooi als je hem daar vandaan krijgt, staat er automatisch gelijk goed op de frequentie die je opgeeft. Dus dat is wel fijn om te horen altijd, hè? Maar je had het al meegekregen, het antennetje wat je waarschijnlijk op Facebook gezien hebt, dus... Nou, leuk dat je nu wel even retour schaakt, daar vanuit Lopekerwaard. Dus ik ben heel benieuwd nou ik een beetje bijgedraaid heb of het signaal bij jou wel goed binnenkomt. Ik zou zeggen, laat het eventjes weten. En neem gelijk even de finale, dan ga ik zo meteen even over de wand fietsen. En dan gaan we vanavond even kijken, geen probleem joh. De slinger vanaf Lopekerwaard, een hele goede middag. Dus Willem de Excellent voor jou vanaf Zoetermeer. Ik ga even jouw frequentie luisteren. En ik ben zeer benieuwd. Hey, goedemiddag. Mocht je wat te vragen hebben, kom ik uiteraard retour. Dan zou ik zeggen, neem lekker de finale slinger. Want je hebt toch veel storingen erop, dus dan schiet het toch niet op, hè? Dat weet ik uit ervaring, dus... Palajo. 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 Mooi. Goed, de slinger van de Lopekerwaard. Ik ga even uitschakelen in 5 secondjes voor de plug, graag. Break, break. Arriba. Arriba. Voor het rapportje. Signaaltje komt hier in ieder geval weer uitstekend binnen, hè? 30 dB, dus geen enkel probleem, hè? Hi Bart, nogmaals hartstikke bedankt voor het rapportje in de slinger uit de Lopekerwaard. Je was de eerste, je had de primeur. En oh ja, trouwens, het wordt gewoon opgestuurd, hè? Ik had hem gewoon netjes in een doosje gekregen en zit er een zak in. En het is heel simpel in elkaar te zetten, is echt heel mooi. Anders moet je maar eens kijken, winklerantennebouw.de, hè? Moet je maar kijken, Bart, in ieder geval goede spullen hier. Ik heb hier de 4 elementen ook nog staan van hun. Keurige antenne, netjes een service en gewoon bestellen en je maakt het over en het wordt geleverd, hè, gewoon thuis, dus door GLS dus. Goed Bart, hartstikke bedankt voor het rapportje. De groetjes van mijn kant en graag tot de volgende keer. Hè. Hoi hoi Slinger. Amateurs, nee, morgen hè. Ja, nee. Amateurs van 3 en amateurs 7, het is in de Paradijs vanaf locatie Schietrecht in de richting Noordoost-Nederland. Ons een goedemorgen. Dit is de zender Regieur vanuit Rotjekanoor, dan van Rotterdam. Nog eventjes stand-by. Want in even richting de Achterhoek. Dan nog even dus aan de Vagabond vanuit Vroomshoop. Ook goeiedag de GP vanuit Zwolle. Komt hier ook prima binnen op het ogenblik, hè? Motors in richting Noordoost. Terwijl Omega vanaf de Hoekswaard die roept een vrachtwagenverbinding in de richting Noordoost. Je vraagt om verbinding in de richting Noordoost. Nederland. Mocht het toevallig nog iemand het luisteren op dit tijdstip, het zal best wel, maar... En volgens mij zijn de tijdschakelaars allemaal op de avonduren ingeschakeld, dus ingesteld. Hey amateurs, goedemiddag, Omega luistert. Ga je gang. Ja.
meterband. Dit is in Nachtwaker Twente. Ik hoop dat ik er nog een beetje deur kom, hè? Ja. Het is Nachtwaker Twente en ik hoop dat er nog een mens doorkomt, hè? Ondanks de drukke band. En anders wordt er nog een paar plaatjes gedraaid hier, hè? Goedenavond. Nachtwaker Twente, en goedenavond. Ja, ja. Ja, ja. Stukje muziek, jongens. Luister uit. Dit is Nachtwaker Radio. Alles even op 85.2 in stereo RDS gemodelleerd, hè? Ja. Niet de hardste, maar wel de kwaliteitste, hè? Test. Boer, voor mij was het maar. Kijk er ook maar eens een keer amateur, hè? Bietje brom aan het bakboord, maar. Kijk maar eens, het is Nachtwaker voor jou aan de band. Locatie Sliedrecht.
Nogmaals, Dakota, goedenavond. Dit is even de zender Paradise vanaf locatie Sliedrecht. In Zeeland en richting Ermelo. Alkeboekel, Svelderbad hier, de zenderhawaai. Het stekelvanger hier met een 22 meter afstemming. Dus voor de rest goed mee te krijgen hier. Hè. Ook de plaat even speciaal voor Nico dan. Goedenavond. Goedenavond, dit is de zender Paradise vanaf locatie Sliedrecht. Ik heb alleen niet gehoord welke kant je op staat met je antenne, dus het kan best zijn dat ik tegen je achterkant aan het kletsen ben. Attentie aan Toes aan 3,5 meter, attentie aan Toes aan 3,5 middenband in de richting west. Er is van gehoord dat Duda vraagt zijn verbinding. Ik zal nog eens een keer luisteren richting Zuidwest-Nederland, hè? Tiedam. Ook regen, goedenavond. Ook in de smalle Kruttelaken, regen ontvangen. Ook Dakota, goedenavond. Ook uitstekend ontvangen, amateur, hè? Even benieuwd Bloem wat er momenteel binnenkomen. Een klein beetje erop gedraaid op het eindtrapje. Een klein tikje op de attenders gezet en dan ja, iets meer voeding gegeven. Ik weet niet of het uitmaakt hoor, maar het is maar iets meer. Amateurs richting Zuidwest-Nederland is dit station actief. Vanaf de Veluwe en die gaat wel eens op te luisteren. Bijzonders goedenavond. Dan nodig 0 seconden voor de plug en dan zijn we weer op de luister. Bijzonders goedenavond, is dit een station actief richting Zuidwest-Nederland. En die gaat wel op de luister. Goedenavond. Nederland. Goedenavond, dit is Delta Lima Utrecht. Ik luister vaak tussen de 83, tussen de 83 en de 75. Zijn vanaf de Domstad, het zendertje Delta Lima. Ik luister vaak. Goedenavond. Dakota vanuit Ermelo. Ja, goed dat daar ontvang is, hè. Tussen gelijk van deze kant.
Lars, Dakota, goedenavond. Dit is even de Paradise die terecht voor de tour. We hebben elkaar eerder gesproken, hoor. Ik kon ze gauw even niet vinden waar. Ik werk tegenwoordig. Antenne op 10 meter hoog. Dat een verhuis. Hoi. Goedenavond, de zender Paradise vanuit de locatie Sliedrecht. Retour via aan de band, de zender Dakota uit Ermelo en uitstekend ontvangen amateur. Zat hier nu ruim boven de 30% in de piek in prijsvrij stereo en met RDS. Hier Rome, ik weet het niet zeker, hè? Bedankt voor de verbinding vanaf die kant en de sportiviteit en graag tot een volgende keer. Ik luister er even uit in de richting Zuidwest-Nederland. Komt er niks retour, dan gaan we er hier ook mee stoppen. Paradise, de groetjes uit Ermelo en tot een volgende keer. Mooi signaal, straks signaal. Ook de Paradise vanuit zijn Sliedrecht willen we ontvangen hier op de antenne. Komt allemaal goed door, jongens. Komt er voor jullie wederom niks te missen, hè? De Revox, schakel maar eens in. Ben, mocht je mij laten even wachten met inschakelen, want je bent zo breedbandig dat jij, de beste man, als je hier gewoon finaal van de band drukt, hè? Ook de High Five hoort vanuit Nijkerk. Ook Ermelo ontvangen en Henk ontvangen. En even luisteren naar de Revox. Schakel maar eens in. En ook de Paradise naar het Sliedrecht. Ook jij kan gewoon inschakelen. Mits Dynamite niet inschakelt. Mits hij inschakelt, dan is jouw signaal totaal van de band. Hij is vrij breed, meetbandig. Ja, als je ook dicht op elkaar glipt, hè. De Revox, schakel maar eens in. Lokale FM vanuit Hoevelaken voor je. En ik ben zeer benieuwd of het signaaltje daar mag arriveren. Ook de Paradise vanuit Sliedrecht, schakel ook maar eens in. We luisteren uit op beide frequenties. Is het even lokaal FM vanuit Hoevelaken. En ik hoor het wel, klein stukje schijf en 0 seconden voor het brugwerk. Hoi! Vanuit Hoevelaken. Mocht het weken uit op andere stations, ik luister er één keer uit en ons dan weer terug van zijn sier aan. Dynamite Hoevelaken. En we kijken het eens amateurs of het binnenkomt. De mystery vanaf Nijverdal. Ik luister uit op andere amateurs. Dynamite Hoevelaken. En ik ga luisteren. Stations, ga je gang een paar seconden. En een stukje schijf. Ik ben stilbaar. Dynamite Hoevelaken. En je luistert. Dag. Utrecht, de Delta Lima, vraagt om een rapport. Mogelijk eventjes verbinding amateurs. Zet u de 3,5 richting Zuidoost-Nederland. Zet u de 3,5 meter in de zuidoost-zuidoostelijke richting. Vanaf Utrecht, de Delta Lima, vraagt om een rapport. Mogen wij eens even verbindingen. De Dakota vanuit Ermelo en stikken ervan in de locatie Wezen. Zeg maar, de band zijn Benelux in de locatie Wezen. En ik heb je ontvangen met 37 dB van mij. Hebben we eerder nog als wat avond eindig iets meer zelfs. Hè. Sta je meer deze kant op aan, denk ik, ja. Dan als
Goedenavond, Dakota vanuit Ermelo. Maar zeker de vangende amateur. Maar goed, dat ligt waarschijnlijk aan mij. Oké, de zender Refox. Ik hoop niet dat ik Bertus stoor of iets dergelijks met zijn verbinding. Ik ben even de andere kant uitgegaan. De Dennis zat een beetje te zeuren over de zoetsappige muziek die hij hoorde. Dus we gaan even tegenovergesteld werken. Hoezo hysterisch, hè? Of je even knettergek in je auto horen, hè? Hoppakee. Nou, dat hebben we wel weer gehad. Goeiedag. Of je even geestelijk gek wil worden in je hoofd, hè? Goedenavond in ieder geval. Dit is even retour. De zender Juliet Sierra vanaf het Gooi. Ik heb hier de boel een beetje verbouwd. Even kijken hoor. Ja, dit is wel lekker. Die Straight is altijd goed, hè? Ja, zo heb je wel eens van die dagen dat je dan even bepaalde muziek wel leuk vindt om te horen. Hè? Dus de zender Revox vanuit Breukelen, uitstekend ontvangen. 44 dB in stereo. Geen RDS, zag ik. Maar volgens mij heb je dat ook niet. Dus ja, dan komt het uiteraard ook niet door, hè? Dus de zender Revox vanuit Breukelen is retour aan de band. De zender Juliet Sierra. Ja, het was vanochtend was het wel aardig, hè? Het waren mooie verbindingen weer, dus dat kunnen we weer in het boek bijschrijven. Ik ben vandaag bezig geweest om de studio verder op te bouwen. Gisteren het hele studiomeubeltje hier naar boven gesleept. Dat was nogal een hele toestand. Een hele onderneming om dat hier boven op zolder te kunnen neerzetten. Ik had me ook een beetje vergist in hoe groot het allemaal was, maar... En hoe zwaar vooral, hè? Maar goed, de L-vorm staat er in ieder geval. En vanmiddag bezig geweest met het maken van alle stopcontacten en 220 slofjes die onder het blad kwijt... Ja, kwijt ziet te raken. Hè? En dan in ieder geval de hele toestand aansluiten maar weer. Wat gaatjes geboord in het bureau hier zo om de kabels door te voeren naar beneden. Dus goed. Wat groter aangelegd aan de onderkant. Dan kunnen we alle kabels wegwerken. En het gaat zo langzamerhand wel de goede kant op. Alleen het vergt wel heel veel tijd allemaal. Hè? Dan wil je het allemaal een beetje naar je zin hebben. De stapjes zijn vorig jaar al een beetje gezet met het neerleggen van de nieuwe vloer. En de muur een beetje bekleden. Dus ja, verlichting was natuurlijk ook weer een dingetje. Richting Noord-Nederland een bijzondere goedenavond. We hebben Station Actief. Vanaf Putten op de Veluwe en hier op den Vraters om verbinding in de rapport. Kool vanuit Geleen. Allebei de stations hier hebben een steeds ontvangen in de omgeving van Harkema. Om de veenhol ontvangen met rond de 30 dB afstemming.
hele trage veling op signaal. Maar meestal dus ontvangen van die kant Santa Traveno. Dus op het moment ook redeldrukken. Op deze frequentie, hè? In de 86-7 dus. Het is op het moment al dat ik laat je hier op de 86-6, hè? Dus in ieder geval uitstekend ontvangen. Ook even een hele goede avond, zender Autopoco vanuit Geleen Amateur. Ook even lijststrijk ontvangen vanaf die kant. Hoor hier op moment 28, daar ben je naast erin. Goedenavond, is dit een zendertje actief? En ik ga wel eens even luisteren of dat stand-by is. Deze EP voor een en ander hier in de provincie Friesland en met een goede avond.